En vandaag wil ik het met Christophe heel graag hebben over hoe kies je nu juist die internetprovider en wat is er belangrijk bij die keuze. Dus kom erbij, alsjeblieft. Christophe. Dank je, Jolien. Ja, Christophe, het is een beetje een given om te zeggen dat internet uiteraard in elk huis aanwezig is vandaag en dat we het toch wel moeilijk zonder kunnen. Ja. Dus dat we internet nodig hebben, ja, denk ik. Hè. En dat zal COVID ons wel hebben getoond, dat dat voor homeworking nog veel meer was. Maar dan wordt het interessant en daar gaan we het over hebben, want dan worden die noden toch nog iets anders dan als het enkel voor vrije tijd is. Hè? Dus heel concreet, eerst en vooral misschien speelt mijn locatie een rol in die keuze van een internetprovider. En dan kunnen we straks gaan kijken wat er nog allemaal bij komt. Ja, hè? Klopt. Ja, absoluut. Jaar en dag is er eigenlijk altijd één nationale speler geweest op vlak van internet in België, namelijk Proximus, het oudere Belgacom. Omdat die nationaal beschikbaar zijn, dus over alle gewesten heen. Er zijn natuurlijk een aantal kleinere spelers die dat netwerk gebruiken. Zo, binnen de Proximus groep heb je Scarlet en Mobile Vikings die dat netwerk gebruiken, maar je hebt ook een aantal onafhankelijke spelers. Dan denk ik aan Join of EDPnet. Mm-hmm. Dat zijn echt kleinere nichespelers. Mm-hmm. Bij het grote publiek ook niet zo bekend, maar die bieden wel meestal aantrekkelijker prijzen aan. Sinds kort heb je eigenlijk twee nieuwe nationale spelers erbij, dus Proximus is het DSL en nu nieuw het fibernetwerk. En aan de andere kant van het verhaal heb je het kabelnetwerk. In Vlaanderen denken we dan meteen aan Telenet. In Wallonië dachten we dan vroeger aan VOO. Maar die zijn recentelijk overgenomen door Orange. Ja. En omdat Orange eigenlijk in Vlaanderen samenwerkt met Telenet, dus daar hun netwerk gebruikt en nu het eigen netwerk van VOO heeft in Wallonië, kunnen ze eigenlijk ook beschouwd worden als een nationale speler nu. Ja. En nog maar 3 dagen geleden, maandag, heeft Base hun aanbod gelanceerd. Okay. Dus Base die behoort tot de Telenetgroep. En die komen nu ook met een internet- en tv-aanbod aan een scherpe prijs, interessante tarieven. En die gebruiken dus enerzijds in Vlaanderen dat netwerk van Telenet, omdat dat binnen de groep zit. En in Wallonië gebruiken ze dan die deal dat ze hebben met Orange om ook daar een aanbod te hebben. Dus zo komen we eigenlijk tot 3 nationale spelers. Ja, dus hoe kies ik een internetprovider? 1, ja, waar je woont is belangrijk, de regio zoals je zei. Maar misschien zelfs ook als je een appartement hebt in een bepaald gebouw, dat daar al een bepaalde provider eigenlijk is en dat je niet kan veranderen, dat weet ik eigenlijk niet. Dan kan je nog altijd veranderen binnen de operatoren die gebruik maken van dat netwerk natuurlijk. Ja. Dus we gebruiken een x-aantal operatoren. Maar dat limiteert het misschien een klein limiteert beetje. Het een beetje, maar stel dat je bij Proximus, dat het appartementsgebouw heeft gekozen voor het Proximus-netwerk te verdelen binnen de verschillende appartementen, dan kan je nog altijd naar een van die kleinere, zoals ik al zei, gaan switchen om te besparen. Dus. Ja. Dan een tweede belangrijk ding, het volume, het surfvolume. Heb je dan voldoende met een beperkt surfvolume of kies je dan liever voor een onbeperkt surfvolume? Geef ons eens een idee. Ja. Maar een individuele gebruiker, dus ben je nu alleenstaand en heb je eigenlijk niet zoveel aan het internet, zegt u dan niet zoveel, gaat je gewoon af en toe surfen en een beetje mails bekijken en ook niet echt telewerken bijvoorbeeld, dan heb je met zo'n beperkt volume meer dan voldoende. Er zijn een beperkt aantal spelers wel, omdat de meerderheid zich wel in dat onbeperkt volumegamma zich bevindt. Maar dan nog, stel 50 gigabyte, wat kan je daarmee doen? Je kan daar 5 uur per dag mee gaan surfen, een hele maand lang. Of maar een half uur Netflix per dag. Maar een half uur Netflix in AD, dus dat is op zich niet zoveel. En dan merk je al snel, stel je bent alleen of je bent in een koppel of met kinderen in een gezin, dan merk je al snel dat je met een beperkt volume eigenlijk niet gaat toekomen. Ja, inderdaad. Dus je zegt liever, er is trouwens een vergelijker hè, op de website absoluut. Waar je dat eens kan nakijken. Kan je dan jouw gebruik min of meer simuleren en eens een idee krijgen? Je kan echt gaan personaliseren van, kijk, dit doe ik. Ik doe e-mails, ik doe streaming, ik doe enkel surfen, ik doe telewerk. Je kan dat echt gaan aanklikken wat dat precies jouw verbruik gaat definiëren. En dan het aanbod zal dan naar gelang verschillen. Ja. Ja, volume is 1 ding, downloaden, uploaden en zo streamen. Ja. Maar dan heb je ook natuurlijk die snelheid. Ja. Of zeg je vandaag is altijd alles even snel of is dat toch niet zo? Nee, je hebt specifieke operatoren die dat wel op die basissnelheden inzetten. En daar natuurlijk ook heel veel verder in gaan. We hebben heel veel advertenties en reclame en media-aandacht rond fiber tegenwoordig. Dat zijn natuurlijk meteen die topsnelheden die zeker niet voor 90% van de consumenten noodzakelijk zijn op dit moment. Want met dat wat basissnelheid eigenlijk al beschikbaar is, kan je al heel ver komen.
Wat je wel altijd in acht moet nemen, is dat de snelheden die de operatoren communiceren of adverteren, dat zijn de theoretisch maximaal haalbare snelheden. Dus dat is in perfecte omstandigheden gemeten. Geen ruisverbruik van andere gebruikers in de buurt. Beetje zoals verbruik bij een auto dan. Hè? Het wordt ook getest op een snelweg. Ja. Ik ben de ideale... Niet zo... Nee, dat weet ik. Ben er niet maar zo maar het deed me daaraan denken, ja. Ja. Dus de perfect... Settings ja. En dan dat klopt. Verbruik. Ja. Maar dat is vaak natuurlijk niet zo. Dat is vaak natuurlijk niet zo. En daar komt dan natuurlijk ook nu bij kijken dat we meer en meer draadloos zijn verbonden met het internet thuis. Dus onze smartphones en onze laptops zelfs. Standaard vaak, eigenlijk. Hè? Vaak zit er eigenlijk al geen ethernet-aansluiting meer in. Nee. Dus dan moet je dat ook, die snelheden met een korreltje zout nemen. Daar gaat altijd een beetje van afgaan. Ja. Maar voor een standaard gebruik, een gezin van vier bijvoorbeeld... die maximaal haalbare snelheid van 100 mbps is perfect te doen met een onbeperkt surfvolume eraan gekoppeld. En kan je eigenlijk zomaar van provider veranderen? Dat kan zeker. Dat is eigenlijk heel makkelijk, omdat sinds 2017 denk ik dat de Easy Switch-formule bestaat. Ah, ja. Okay. Dat is eigenlijk een unieke code dat je altijd op je telecomfactuur gaat terugvinden. En als je die unieke code ingeeft bij de nieuwe operator dat je hebt gekozen... bij een switch, dan gaat die eigenlijk alle administratieve opzeg regelen met die oude operator. Ja. Dus op die manier word je eigenlijk een beetje ontlast. En bovendien kan je eigenlijk via onze tariefvergelijker, die je daarnet vermeldde, kan je ook eigenlijk via die easy switch procedure makkelijk gaan switchen. Wij regelen eigenlijk alles voor jou, zowel met de nieuwe als de oude operator. Right. Okay. Je ontvangt ook de hoogste cashback op de markt. Dus nergens anders gaat die cashback hoger zijn dan bij testaankoop. Mm-hmm. En die storten wij binnen de 3 maanden op jouw rekening. Alright. En dan misschien nog een kleine uitsmijter. Er zijn natuurlijk veel mensen die al jaren soms communiceren met @telenet.be. Ik heb er ook nog zo eentje. Ja. Of @Scarlett. Of... Zij zijn dan vaak bang dat dat e-mailadres zou verdwijnen. Maar moet dat dan? Absoluut niet. Dat is heel lang eigenlijk een obstakel geweest voor vele consumenten. En misschien nog, omdat ze ongeïnformeerd zijn. Ja. Maar het is eigenlijk al heel lang verplicht dat operatoren na een switch dat e-mailadres 18 maanden actief houden, gratis. En dan recentelijk is daar nog een toevoeging aan toegevoegd, namelijk dat het ook nadien nog verlengbaar beschikbaar zou moeten gehouden worden door de operator. Dus dat is geen obstakel meer. Dan mag die daar wel een vergoeding voor vragen. Maar vooralsnog in de praktijk zien we dat niet terug bij Proximus, nog bij Telenet. Dus het is geen obstakel. Nee. Oké. Okay. Dan wil ik je bedanken voor dit leuke gesprek. Dank je wel, Christophe. Tot de volgende keer.